Hallo jongens en meisjes! En wat een mazzel hebben jullie, hè? Het is 39 graden in de schaduw. Het is nog te heet om een brandende spijker vast te kunnen pakken. En precies dit jaar gaat Okidoki niet door. Nou, dan zit je lekker thuis met de airco aan naar ons te kijken. En wat ook zo leuk is aan Okidoki TV, het is allemaal voor herhaling vatbaar. Je kunt dit nog wel 10 keer terugkijken als je wil. Super leuk toch? En wat ook super leuk is, en voor herhaling vatbaar, BOC. Kennen jullie haar nog van vorig jaar? BOC is er ook weer! Ja, BOC! Hallo! Hey, hallo! Elleboog! Hallo ja. Lieve kinderen, super leuk om weer hier te zijn. Ja, en BOC, je bent hier niet. Ja, heel goed. Je bent hier niet zomaar. Nee, natuurlijk ben ik hier niet zomaar. Ik mag weer op avontuur. Je gaat een heel nieuw avontuur tegemoet. Ja, het is echt zo leuk. Ik heb er echt zoveel zin in. We gaan gewoon weer de onderwaterwereld ontdekken. De onderwaterwereld ontdekken? Ja. Dat hebben we vorig jaar toch al gedaan? Nou, dat hebben we vorig jaar een beetje gedaan. Maar niet echt natuurlijk, want het was ook gewoon op Okidoki. En daarna ik vond het wel mee... enorm echt ja, en spannend. Ja, klopt. Het was ook wel een beetje de onderwaterwereld. Maar niet de onderwaterwereld die ik nu bedoel. Want ik bedoel de wereld onder het water. Onder de zeebodem eigenlijk. Snappen jullie het? Ik niet helemaal. Kan je het misschien nog iets beter uitleggen? Want goed, wij willen wel de hele week Okidoki kunnen volgen en jouw avontuur. Ja. Maar als we het nu al niet snappen, dan kunnen we wel ophouden. Zullen we ophouden? Nee, we gaan niet ophouden. We gaan gewoon door. We gaan natuurlijk niet ophouden. Ik kan het wel beter uitleggen, maar dan moet ik even iets hebben om te schrijven. En dat heb ik ook wel daar klaarstaan. Dus dan gaan we even een stukje die kant op. Oké, prima. Het kasteel, en dan gaan we ik daar ben even super uitleggen. Benieuwd. Dus helemaal onder waterwereld, maar het is dan iets anders. Dus onder het water. Onder het water, Onder water. Ook fijn dat het zo met je moeder zo klikt dan. Ja, echt super fijn. Ze deed altijd zo boos, maar tegen mij zitten ze nooit boos. Dat is echt heel fijn, ja. Maar de onderwaterwereld, daar waren we hier voor. Om even uit te leggen wat dat dan precies is aan jou en aan de kinderen. Nou kijk, je hebt dus de onderwaterwereld, daar heb je lucht en je hebt land. Ja. Je hebt water, er zitten allemaal mooie zeedieren in en die hebben we al heel goed onderzocht. En dit is dan de onderwaterwereld. Nou, we weten al heel goed wat er allemaal in het water leeft, maar onder het water zit eigenlijk ook nog een wereld en die is nog nooit onderzocht en dat mag ik nou eindelijk gaan doen. Jij bedoelt onder het water? Ja. De onderwaterwereld? De onderwaterwereld, ja. Oké, want jij zegt onderwaterwereld, maar je gaat dus de onderwaterwereld ontdekken. Ja, dat is super fijn. En dan kun je dus niet komen met de Yellow Submarine die we vorig jaar hadden, want die kan alleen maar door het water. Nee. Dus ik heb iets speciaals. Ik ga even draaien. Namelijk de Yellow Submachine. Ik heb geld gekregen en die heb ik kunnen maken. Een speciale machine, zodat je ook in de grond kan onder het water. Want er zit een soort boer op aan de voorkant. En dan zie ik hem hier al zo om naar de onderwaterwereld, de wereld onder het water gaan. Ja, dat is perfect. Dus daar ga ik met de kapitein Jan en Fruity in. En Elvis kon er helaas niet bij zijn, want die is nog even de parel aan het verstoppen. Maar wacht, want ik heb, nu snap ik het ook. Ik heb dit gekregen van Elvis met een cadeautje bij een fles champagne. Die was voor de koningin Neptuna. En nu snap ik het ook. Het is een nieuwe boot. Ja, een nieuwe boot. En een nieuwe boot moet altijd door de koningin gezegend worden met een fles champagne om hem een goede reis te wensen. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Dus Neptuna komt ook zo eraan, dus daar moeten we dan zomaar eventjes naartoe. Maar misschien... Oh, dus Neptuna komt ook? Ja. En Jan en Fruity zijn er ook? Die zijn er ook. Maar ik vind het eigenlijk niet zo'n goed idee dat het een glazen fles is. Dus misschien moet het wel even zo omruilen voor een plastic fles. Dat we die kunnen hergebruiken. Ja, natuurlijk. Heb je helemaal gelijk. Ja, dat gaat wel beter. Gaan we hem omruilen en kunnen we dan nu naar de echte Yellow Submachine toe? Ja, laten we daar even gaan kijken. Want volgens mij zijn Jan en Fruity al aan het inladen. Dus oké, nou dan ben ik hartstikke benieuwd. We gaan naar de Yellow Submachine. Fruity. Jan. Er zitten veel te veel spullen in die boot. Het moet er allemaal, een hele hoop moet er weer uit. Dus er komt water binnen. Oh, echt waar? Hij is aan het zinken. Oké, geef snel. Straks zit de deur nog onder water. Nou, geef maar een paar spullen. Leg ik ze hier wel even neer. Ja. Ja, dat is ook wel. Ik weet niet van wie deze is geweest, maar dat is ook wel fijn. Ik leg alles hier neer, Jan. Doe ik dat zo goed? Ik heb niks, een windmachine. Oh, Jan. Voor jou. Meer snel aan de zinkende boot, snel! Thank you.
draait nog. Oké, even kijken, die visje. Hier bij die visje. Ja, dit hier, pak het ding even aan. Dit moet weg. Nee, deze moet niet weg. Nee, deze is heel speciaal. Deze moet echt mee. Ja, maar de boot zinkt. Ja, maar deze is zo klein. Die kan toch wel mee. Deze ja, moet ja, dan, echt mee. Ja, dan leg ik heel goed verstoppen. Niet in kijken wat het is. Hè? Dat is verder niet zo belangrijk. Ja. En dat hebben we nog. Ja. Ook goed spul. Ja, deze nog. Ik ga maar even verder kijken of er nog meer troep in die boot ligt. Want er ligt zoveel onzin in dat... Snap ik wel. Nou. Nou, je ligt eigenlijk niet zo heel veel. Tonk? Vroeg hier nog een paar spulletjes, jongen. Ik kom naar jou, Jan. Een of andere bal. Oh ja, dat kunnen we niet meer poetsen. Ik bedoel, ik kan BOC niet meer poetsen. Nou, BOC. Wat zie je dan aan de hand? Wat zijn jullie aan het doen? Ja, is dit... Hey Jan, nou vertel jij het maar goed. Nou, wij zijn hier spullen aan het uitpakken, want ik was hier, was de Yellow Submachine en ik was spullen aan het inladen, ja. Maar toen gleed hij zo in het water. Oh nee. Ja, en we hebben het allemaal weer uitgehaald en gleed langzaam steeds dieper weg. Maar hebben deze spullen allemaal niet nodig dan? Nou, een shulbak en een tent, ik weet het niet hoor. Ja, okay. Sanderballen. Ja. Maar dit is wel de Yellow Submachine. Ja, dit is de Yellow Submachine. Duidelijk, dus het lijkt er heel erg op mijn plaatje, toch? Ja. Dat ik had getekend. Ja, ja, dat is die boor. Ja. Oké, maar hij is dus eigenlijk al in het water. Hij is al een beetje in het water, maar hij kan nog wel een beetje gezegend worden door Neptuna, toch? Oh. Ja, natuurlijk. We hebben een petfles. Ja, een andere fles gevonden. Jan, Fruity, Biozee, hartstikke leuk. Jullie zijn er wel allemaal. Zie, ja. Dus het avontuur kan gewoon beginnen. Ja, dan gaan we snel. Het wachten is alleen op... Neptuna. Oh. Neptuna, wat fijn dat je er bent. Koningin Neptuna. Nou, hier ben ik dan, de koningin. Ja. Welkom. Nou, welkom wederom bij Okidoki. Ja. Ook u weer hier. Neem snel plaats. Ik neem aan dat dit mijn plek is. Inderdaad. En dan kan het avontuur beginnen. Ja. Ja. Oh, vertel. Eindelijk. Wat is dat? Nou, dit is de fles waarmee u de Yellow Submachine kunt gaan, een behouden vaart kunt gaan wensen. Ja, dat is heel belangrijk. Dan kunt u mij een beetje zeker Dit is toch niet koningin waardig? Ik heb bubbels nodig. Ja, maar deze is wel herbruikbaar. Dus dat is heel milieuvriendelijk. Dus dat is ook heel belangrijk. Ja, omdat jij het zegt, Biozee, maar anders... Oh, gelukkig. Ja. Zijn we er allemaal dan? De koningin is er. Ja. Biozee. Ja, we zijn er ook. Fruity. Ja. Hallo. En Jan. Jongens en meisjes, iedereen is er. Kunnen we het nieuwe avontuur gaan beginnen? Volgens mij wel, ja. Toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik heb kostbare tijd, jongens. Okay, kom, dan gaan we snel naar de... Boot. Nou, volgens mij zitten ze er allemaal in, toch? Ja, het luik is dicht, koningin. We zijn er helemaal klaar voor. Tijd om daar naartoe te gaan. Gooi jij de tros los? Dan kan ik hier mijn toespraak houden. Mag ik de tros losgooien? Ja. Oh, en voort een beetje. Ja, maar. Hallo. Koen, je moet naar de Yellow Submachine kijken. Niet naar mij omdraaien. En als je deze fles op het water hoort komen, dan mag je de trossen loslaten. Oké, okay, begrepen? Nou, daar beginnen we, jongens en meisjes. Laat me los! Wie ben jij? Laat me los! Ik ben de koningin! Laat me los! Help! Help! Ah! Waar is dat? Gaan we nou vertrekken of niet? Ik ben aan het wachten tot Neptuna de fles op het water gooit. Maar Neptuna staat daar niet meer. Neptuna staat daar niet meer? Ik sta hier gewoon even te wachten. We moeten even gaan kijken buiten. Koningin Neptuna! Oh nee, Neptuna! 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 Ik zie hier wel een briefje. Misschien moet ik hier even in kijken. Oh ja, ga snel kijken. Er staat help, ik ben op. Help, ik ben op? Ja. Wat zou ze daar nou mee bedoelen? Ik denk dus misschien dat ze wilde schrijven dat ze ongelukkig is. Kijk, ik ben echt heel gelukkig dat ik weer mijn moeder heb gevonden. En dat ik weer bij haar kan zijn. Maar ja, misschien mist ze wel die ene speciale persoon in haar leven. Gewoon diegene waarmee je dan je leven kan delen. En dat ze die dan niet heeft. En dat ze daardoor dan nu ongelukkig is. Zou dat dan zijn wat ze heeft willen schrijven? Ik denk dat Neptuna bedoelde met ongeduldig. Want ik weet dat je bij het vissen moet je bijvoorbeeld super geduldig zijn. Kijk, je kan wel eens dagen moeten wachten voordat je een vis vangt. Maar Neptuna is niet zo geduldig, zoals iedereen weet.
En als je een onderzeeboot of een yellow submachine moet starten, nou, dan moet je knopjes omzetten, hendels verplaatsen. Je moet zorgen dat er benzine in zit. Je moet de klep dicht hebben. De druk moet geregeld worden. Nou, wat moet je nog meer doen? Je moet nog zoveel dingen regelen. Zorgen dat iedereen zijn gordel om heeft. En dan kun je pas vertrekken. En ik denk dat Neptuna gewoon te ongeduldig was om te wachten op ons. En daarom is ze weggegaan. Nou, ik ga nog even lekker verder met vissen. En daarbij kan ik wel wat geduld gebruiken. Ik denk dat de koningin wilde schrijven: help, ik ben ongeveer 1,5 meter. Want als je in de kast staat voor de verf, en ze wilde bij de bovenste plank kunnen, en dat kan ze niet, want ze is te klein. Waarom heb je de bovenste plank, Fruity? Nou kijk, daar liggen de kwasten. Die heb je nodig om te kunnen schilderen natuurlijk. Oké, meisjes en jongens. Nou, dat avontuur lijkt toch ineens heel anders te gaan als alleen maar een tocht naar de onderwaterwereld. Koningin Neptuna ineens verdwenen. En het laatste wat ze opgeschreven heeft, ik ben on. Maar ja, Biozee en Jan en Fruity die denken dat het toch iets anders moet zijn, dat er nog iets achteraan komt. Maar wat kan er nou achter on komen? Als jij een oplossing weet, stuur hem dan op naar digi@okidokidorp.nl. Dan kunnen wij het doorgeven en dan kunnen we ze misschien helpen. Morgen kunnen we weer kijken of het dan echt ook een oplossing is en of ze Neptuna gaan vinden en misschien dat Elvis dan ook alweer terug is. Zit je tot die tijd nog een beetje te vervelen? Ga lekker naar www.okidokidorp.nl, want daar zijn enorm veel filmpjes met allemaal dingen die je kunt doen. Heel veel plezier en bella ciao!